Mevrouw, kunt u het nog volhouden tot 9 februari? Ik persoonlijk kan het heel goed volhouden. Maar ik vind het schandalig wat er gebeurt in het land. Geef niet mijn goedkeuring. En ik geloof er ook helemaal niet in al die belachelijke maatregelen. Wat vindt u van een eventuele invoering van de avondklok? Nou, ben ik wel voor. En omdat de jongeren toch wel veel bij elkaar hangen. Er zijn ook wel ouderen die zich er niet aan houden hoor. Maar de jongeren, en dat kan ik me best voorstellen, die hebben de meeste moeite ermee. Helpt een avondklok daar voldoende bij, denkt u? Dat denk ik wel. Maar je hebt natuurlijk wel de werkende mensen, die moeten wel over straat. Het hondje moet wel uit worden gelaten. Nou, dat kan je met één persoon doen, dus dat moet daarom wel kunnen. Nou ja, op zich vind ik dat prima. Daar heb ik niet zo moeite mee. Alleen voor de jongeren zal dat natuurlijk wel heel vervelend zijn. Maar aan de andere kant denk ik ook van, ja, daar zit het vaak wel, hè? Ja. In die avond bij elkaar en een biertje drinken. Dus dat vind ik oké. Ja. Geen bezwaar tegen. Absoluut niet, want ik ga er toch s'avonds nu uit. Klinkt wel een beetje egoïstisch misschien, maar ik denk toch dat het wel enorm belangrijk is. Dat we er alles aan doen om die corona weg te krijgen. Wat vindt u dan van een avondklok die er eventueel aan ja, zit te komen? Ja, ook bespottelijk. Nergens goed voor. Ik geloof er niet in. Voor mij is dat wat lastiger omdat ik 's avonds ook nog werk. Dus ja, dan ik hoop dat je dan wel gewoon de straat op kan knuizen hier moet. Maar dan kun je denk ik ontheffing krijgen. Ja, dat hoop ik. Van? Ja, ik heb niet zo'n moeite meer. Het is voor mij het belangrijkste dat de corona zo snel mogelijk het land uit is. En wat we daar even voor moeten doen, dat is even niet anders. Dus het maakt mij in principe niet zo heel veel uit. Nou komt er misschien een avondklok aan. Wat vindt u daarvan? Nou, dat hadden ze veel eerder moeten doen. Want? Vind ik zelf. Ja, gewoon zoals het nu gaat, heb je gewoon meer kans op besmettingen. Vind ik niet goed. Ik heb niet zelf de oorlog meegemaakt. Maar ik kan me voorstellen dat heel veel mensen daar toch weer op terugkijken. He, vooral oudere mensen die dat toch hebben meegemaakt. En als ik zelf, ik woon in het centrum. En als ik zie wat er 's avonds op straat is, nou dat is praktisch niks. Het is heel rustig. Ja, voor mij maakt het niet zoveel uit. Ik kan me voor de jeugd voorstellen dat je 's avonds wel graag naar je vrienden wil. Maar voor mij maakt het niet zoveel uit. Ja. Wat vindt u van een eventuele avondklok als die eraan komt? Nou, ik weet niet of het echt nuttig is. Voor jongeren misschien wel, maar daar gaan ze zich toch niet aan houden. Nou, en of we hier echt alles goed in de gaten kunnen houden, een stukje sociale controle, weet ik niet.